Dit is de FC Update Podcast en ik ben uw host Moenier Poalier. Vandaag vrijdag 4 augustus, de dag van de Johan Kruisgaal. Daar gaan we natuurlijk kort en krachtig over hebben. Uh, Santiago Guimines verlengde zijn contract bij Feyenoord. Uh, zijn stand-in UEDA werd aangekondigd bij de Rotterdammers. PSW lijkt naast de ketelaren te grijpen. Uh, Ajax haalde Carlos Borges, als ik het goed uitspreek, uh, binnen. Ramas als uh, nieuwe doelman. En we hebben wellicht nog een uh, Ajax nieuwtje uh, voor jullie. Uh, ja, daar gaan we het ook natuurlijk uh, over hebben. Spelen van het jaar en nog veel meer. Ja, wat ik net ook al aangaf. Vrijdag 4 augustus. Augustus. Ik ben met de uh, Himmelbouwer van uh, uh, Football Transfers. Hi. Goeiedag. Goeiedag. Heel op de <laughs> Ja, op <all right. laughs> En met Dominique Mostert, hoofdredacteur van Fc Update. Goedendag, heren. Goedemorgen. 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 De kapper, hè? Lekker fris. Ah, ja, Ruimtig. Deze week Allebei, al. Ja, ja. Ik dacht dat ik er al was, maar jullie uh, dachten: uh, nieuwe, nieuwe Nee, Ik ben maandag op gegaan. op beeld <laughs> ah, Nou, ik ben dus echt gisteren gegaan en uh, ik was ook. Uh, het, het is bij mij volgens mij bijna nooit zo lang geweest. Dus ja, uh, yeah, nee. Uh, het, bij mij was echt, echt goed nodig. Ook die baard eraf. Dus ja, uh, yeah, nou, moet er moet natuurlijk er wel... wel goed opstaan uh, als ik naar de Precies, Fc Update ga. je, moet wel een beetje op letten. Jullie zien er allebei uh, uitstekend uit, heren. Dankjewel, jij ook. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Um, de Jong Kruipschaal, Imre. Wie ja. gaat hem pakken? Feyenoord. Waarom Feyenoord? Uh, nou, Feyenoord staat er, wat mij betreft, echt, echt een stuk beter voor. Uh, Feyenoord uh, en PSV zijn allebei wel hun, denk, hun beste speler kwijtgeraakt uh, in. Uh, uh, Simons en in, um, in Kukju. Alleen, uh, ja, bij Feyenoord is er al best wel goed ingekocht. En gericht ingekocht. en nou ja, Het wordt enigszins opgevangen door Zuroeki en verder hebben ze natuurlijk ook nog Kelvin Stengs. Um, ik denk dat daar al best wel een goed elftal van, uh, van te maken is. En bij PSV, ja, het, het vertrek van Simons is nog niet echt opgevangen, wat mij betreft. En uh, ik denk dat, er, dat Feyenoord gewoon echt als geheel elftal echt een, een stuk sterker is. Dominique? Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Ik denk dat voor Feyenoord ook het uh, meespelen van Jiménez heel belangrijk is. Het is best een meevallen dat hij al zo snel terug is uit Mexico van de Gold Cup. En meteen al van waarde is gebleken in uh, de oefenwedstrijd tegen Benfica. Zijn contract natuurlijk heeft verlengd. Groot nieuws. En ongetwijfeld vanavond een basisplek heeft. En uh, ik denk dat hij wel uh, de wedstrijd kan gaan beslissen. Uh, wat mij betreft 3-1. Uh, twee keer Jiménez. Uh, Eén keer Noah Lang voor PSV en uh, daarna denk ik nog een keer Kelvin uh, Dominique. Noah Lang open te scoren en dan uh, twee keer Jiménez. Oké. Okay. Ja, over Jiménez gesproken, mooi bruggetje. Ja. Hij, <laughs> hij verlengde zijn contract in Rotterdam. Onverwacht, heel ja. onverwacht, want letterlijk een uur daarvoor was er nog een Portugese journalist die hem in verband bracht met Benfica, niet voor de eerste keer deze transferperiode. En ik denk dat veel Feyenoord dus toen al de buis aangehang. Maar een uur later kondigde Feyenoord aan dat hij blijft. In ieder geval dat hij zijn contract verlengt. Uh, in dat artikel dat Feyenoord heeft gepubliceerd... zegt Gemeen dat, dat hij zin heeft in het komende seizoen. En de kans is ontzettend toegenomen dat hij blijft. Ja, joh, nu toch maar ja. kijk, dat zou je denken inderdaad... Maar het blijft de voetballerij, hè? Ja. Het is, het is een duidelijk signaal dat hij wil ja. blijven. En Jiménez heeft eigenlijk altijd gezegd dat hij naast zijn neef in Rotterdam zijn vriendin benadrukt het ook constant. En dat geloof ik ook. Dus ik, ja, ik denk dat de kans levensgroot is dat hij blijft. En dat is een enorme opsteker voor Feyenoord. Zorgt er ook voor dat Ueda rustig gebracht kan worden. Afgezien van die twee Champions League wedstrijden waarin hij moet spelen. Maar uh, grote opsteker voor, uh, voor Feyenoord. Ja. Uh, daarnaast heeft wel een andere club zich gemeld uh, opnieuw in, uh, in Rotterdam-Zuid. Leipzig. Ja. Nieuw bod op, uh, op Geert Ruiden. Ja. Wat verwacht je daarvan? Gaat, gaat Geert Ruiden alsnog de Kuip verlaten, denk je? Um, denk je? Ja, ik, uh, ik vind het uh, best logisch dat uh, uh, Leipzig uh, zich continu voor, uh, voor hem meldt. Um, ik heb ook even in de data gekeken. En het blijkt uh, Leipzig blijkt achter Newcastle United de uh, beste club voor, uh, voor Geert Gertruida te zijn. Die, okay. die twee passen echt goed bij elkaar. Um, Alleen, ja, ik, ik vraag me af of Leipzig uh, wil betalen wat, wat Feyenoord vraagt. Um, uh, wat mij betreft is dit absoluut waard. Ik denk dat hij echt wel meer dan 30 miljoen waard is. Um, maar um, ja, ik vraag me af of ze dat willen betalen aan de andere kant. Ze hebben natuurlijk nu wel een enorme zak geld door de verkoop van die, uh, van die Guardiol, die naar Manchester City gaat. Dan is het ook als ze goed recht toch, door te ja. zeggen van uh, weet, wij weten dat jullie geld hebben. Plus Geert Rijda is gewoon de, dit bedrag waard. Hij was, hij was vorig seizoen echt een van de beste centrale verdedigers van de Eredivisie. Um, eh, en op zich ook een van de rechtspacks, maar het vorige seizoen vooral centraal gespeeld uh, uiteindelijk, de meeste minuten. Um, hij was uh, ontzettend goed, ontzettend stabiel. Hij heeft bij de landskampioen uh, gespeeld, Dat, nou ja, daardoor krijg je natuurlijk ook wat meer waarde. Hij is oranje international en hij staat daar meestal aan de basis. Ja, wat mij betreft uh, um, kan Feyenoord gewoon zeggen, joh, uh, die Timber die gaat voor 50 miljoen, wij willen hem wel minstens 40 miljoen euro voor Geertruiden hebben. Maar kan je toelichten inbrengen waarom Leipzig dan zo goed bij hem past? Op basis van de data? Uh, ja, nou ja, um, uh, uh, er zijn hè, een aantal dingen. Um, uh, ten eerste, door die verkoop van die Guardiol... Um, uh, krijgt hij best wel veel kans op speeltijd. Um, daarnaast kijkt men ook naar uh, hoe, hoe, kan die zich goed oh, ja, hoe goed kan hij zich ontwikkelen bij zo'n club. Uh, nou, bij uh, Leipzig uh, speelt hij in, in een vrij grote competitie. Uh, best wel veel goede spelers om hem heen. Uh, daardoor uh, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden best wel goed... Um, uh, en het is een mooie tussenstap mij, eigenlijk. Ja, ja, het is, het is best ja, een goede ja. tussenstap. En de, de speelstijl en de formatie passen volgens mij ook allemaal vrij goed bij hem. Dat is zeg maar redelijk wat hij gewend is vanuit Feyenoord. Uh, waardoor men verwacht dat hij best wel goed uh, kan aansluiten meteen bij Leipzig. Ja, we hebben natuurlijk ook wel de Nederlandse spelers gezien... die bij Bayern bijvoorbeeld die het dan niet redden. Leipzig is wel een treetje lager. Mooi tussenstap. Dus ja. Inderdaad, een, een mooie stap. Ik vind het nou niet zo'n aansprekende club dat je denkt van dat is de stap... Die ik zou willen zetten. Um, maar het is wel zo inderdaad dat uh, ze hebben het geld. Ze hebben dus 90 miljoen voor Quadriol Gaas ontvangen. Ze hebben nu ook 34 miljoen geboden voor Lukeba van Olympique Lyon. Lyon heeft dat geweigerd. Ze is ook een centrale verdediger. En daarom zou de aandacht uh, nog meer verlegd kunnen worden naar Gertruida. Maar als je weet dat ze 34 miljoen bieden voor een verdediger. dan weet Feyenoord ook dat ze wel het geld hebben om te spenderen. Dus ik zou ze aanraden. zoveel mogelijk afslaan. en uh, laat ze maar lekker komen. Ja. Elkaar, tegen elkaar zover mogelijk opbieden en dan. Maar het hoofd niet weg. Nee, in principe. Hij hoeft ja. niet weg. Aan de andere kant, hij heeft wel maar een contract tot 2025, als ik het goed zeg. Ik weet niet of de club een optie heeft, volgens mij niet. Durf ik ook dat niet weet, zeggen. Niet. Maar in ieder geval, als ze hem volgend jaar verkopen... dan heeft hij natuurlijk wel weer een aflopend contract. Dus ik zou het niet onbegrijpelijk vinden... als ze nu besluiten om te cashen. Maar ik denk wel dat Gertruiden heel belangrijk is... Voor de, ook voor de titelaspiraties... en zelfs ook voor een succesvolle campagne in de Champions League. Ja, dan moet je ook echt cashen. Want ik vind 25 miljoen... vind ik eigenlijk niet voldoende nee. voor de visa-aanvoerder. Inderdaad, Oranje International, landskampioen geworden... Dat vind ik niet cash. Kijk, als jij zoals Ajax destijds een heel goed jaar hebt in de Champions League... Nou, ik zeg niet dat Feyenoord de halve finale gaat halen, hoor. Maar je weet nooit hoe het kan lopen. Uh, kan, je echt, kan je echt veel meer eruit halen dan er op dit moment in zit. Want Feyenoord-spelers worden nog altijd een beetje ondergewaardeerd... ten opzichte van bijvoorbeeld een Ajax. Dat verkoopt toch wat makkelijker. En Feyenoord, vind ik, uh, moet wachten tot het ijzer echt heet is. Ja. En dat is denk ik op dit moment nog niet helemaal het geval. Nee, ik denk dat uh, zeker later in de window, uh, en misschien heeft Leipzig dan al wat gevonden, maar als het nou ja, rond uh, het einde van de transferwindow is en uh, Leipzig uh, heeft nog helemaal niks, ik denk dat ze dan wel een beetje in paniekstand schieten en misschien toch maar zeggen van ja, we gaan toch maar gewoon met 40 miljoen euro over de brug komen. Ik denk dat Feyenoord dan nog wel overstap gaat. 45 ik denk, denk ik ook wel, ja. Ik denk dat hij vertrekt, alsnog uiteindelijk. En Volgens mij heeft Feyenoord wel al een uh, vervanger op het oog. De naam weet ik niet, maar wat ik, volgens mij had ik het bij 1908 uh, Feyenoord Transfermarkt gelezen, dat er volgens mij wel, ze hebben in ieder geval wel al een beoorde opvolger okay, okay. Mocht, uh, op het ogen in ieder geval mocht Geert Ruijter vertrekken. Ik denk dat hij uh, helaas van Feyenoord en de Eredivisie uh, gaat vertrekken, denk ik. Um, ja, vanuit Rotterdam-Zuid gaan we naar, uh, uh, naar Eindhoven. Uh, het gezellige Brabant, PSV, die lijkt naast uh, de ketelaren te grijpen, ja. Imre. Ja, um, uh, Wat misschien... nu? Wat nu? Wie, wie moet, wie moet ja, dan... Uh... Ja, ik, ik heb echt... Uh, ik ik uh, bijt me er een beetje stuk op. Ik heb echt gekeken en gekeken. Um, ik, uh, ik heb op zich... Um, uh, nou ja, je had op een gegeven moment... Uh, daar had Ajax volgens mij interesse in. Dat was die... Um, um, die... Uh, die Zakarian? Nee. Um, die andere uh, Spertian. Sian, ja. Spertian, die dat dat is op zich denk ik nog wel een, een speler die een, een soort van uh, uh, gelijk is, nou niet helemaal gelijk, maar die, die die in speelstijl en alles wel een beetje op hem lijkt, ook dezelfde positie. Um, Krijgt je ook... daar ook niet ligt, ligt of? Heb hij, heb nou is, ja, aan, hij is, ja, hij is een beetje aan de hele top. Nou, bij Feyenoord is hij volgens mij aangeboden, uh, maar dat is niet serieus. Okay. Nou ja, de, de, uh, ik denk dat dat wel een goede optie is. Maar ja, dan krijg je dus wel weer het hele gezeik over je heen. Van uh, nou, moeten we spelers uit Rusland halen? Um, ja, uh, ik uh, zal daar uh, mijn mening niet over uiten. Maar ik denk gewoon wel dat hij een, een goede optie is voor, uh, voor PSV. Um, in het geval dat, uh, uh, nou ja, dat de ketelaren dus onhaalbaar blijkt. Wat nu toch echt wel heel sterk op lijkt. Want hij lijkt gewoon een weg naar Atalanta. Ja. Ik heb zelf uh, drie opties op mijn rij gezet uh, uit de losse pols dus iedereen mag mij afschieten. Uh, maar als vervangers van Xavi Simons. Uh, allereerst Donny van der Beek. Uh, is op weg naar Real Sociedad. Die uh, onderhandelde met Manchester United. Maar heeft een hele sterke voorbereiding gedraaid bij uh, Manchester United. Um, en kent natuurlijk Peter Bos. Ze werkte met Peter Bos samen bij Ajax. Is een lopende nummer 10. Nou, dat past vrij goed in het spel dat Bos wil gaan spelen. En uh, kent de Eredivisie natuurlijk uh, op zijn duimpje. Nou, dus. Zal je het doen? Sorry? Zal hij het doen? Nou, dit, dit zijn opties waarvan ik denk dat het verstandig is om een lijntje uit te gooien en de, uh, te kijken of het mogelijk is. Mm -hmm. Eerder in de transferwindow meldde de Daily Mail dat Manchester United 23 miljoen euro wil ontvangen voor Donny van der Beek. Nou, dat is voor PSV een uh, flink bedrag natuurlijk. Mm -hmm. Dus de vraag is hoe realistisch is het? Maar lijkt me een interessante optie. Optie nummer twee, Mario Götze. Uh, Mario Götze heeft in mei zijn contract bij Eindracht Frankfurt uh, verlengd. Dus dat ziet er niet goed uit. Hij uh, gaat dan 3,5 drie, miljoen euro verdienen. En dat is natuurlijk een salaris dat voor PSV best wel hoog ligt. Maar Mario Götze heeft ook met Bos gewerkt bij Dortmund. Mario Götze heeft altijd in interviews gezegd... dat de trainer voor hem de belangrijkste factor is om naar een club te gaan. Um, en Eindracht heeft net een nieuwe trainer aangesteld die Götze niet kent. Dus mijn advies is... Vraag gewoon even of die nog interesse heeft, want voor, PSV heeft destijds ook iedereen geschokkeerd ge door Gutsen uh, vast te leggen. Um, en eindgaspeelt volgend jaar Conference League, PSV wellicht de Champions League. Uh, mijn derde optie, uh, Mike Tresor van Racing Genk. Genk is deze week uitgeschakeld door Servet in de Champions League. In de voorronde. Dus die gaat geen Champions League spelen. Die was na afloop best wel ontdaan daarover. Die zei dit had niemand zien aankomen. En is gewoon een ontzettend goede speler, kennen we nog van Willem 2. Dus dat zijn mijn opties waarvan ik zeg. van... Gooi een lijntje uit, kijk wat mogelijk is. Wijnaldum? Wijnaldum heb ik ook aangedacht, inderdaad. Die uh, zit natuurlijk best wel op een uh, zijspoor bij Paris Saint-Germain. Um, Wijnaldum zie ik niet echt als een vervanger van Xavi Simons. Ik denk dat Wijnaldum meer een box-to-box -box speler is... en Chimo Xavi Simons echt een spelmaker. Wijnaldum zie ik dan meer als een vervanger van bijvoorbeeld een uh, Gutierrez. Maar zeker een interessante optie. Maar op een gegeven moment misschien... Uh, moet PSV daar ook gewoon even naar alternatieven gaan kijken. Mocht je deze window toch niet... De beoordeelde opvolger van Simons kunnen halen. Ja, je moet toch wel even een tussenoplossing zien te creëren. Ja, maar wat uh, ja, misschien uh, dan weinig hem halen als hij haalbaar is en Veerman op tien. Misschien uh, kan ook nog zoiets wel. Want ja. ik denk dat Veerman uh, geen slechte nummer tien is. Nee, dat hij zelf meer de voorkeur geeft aan nummer 8 of nummer 6. Maar ik denk dat hij best, hè, hij heeft goede paas in de benen. Hij heeft een best wel uh, uh, fijne techniek, goede balcontrole. Ik denk dat hij het wel kan. Um, ja, je hebt ook Guus Til, maar ja, ik, ben, ik ben zelf uh, niet van mening dat Simons en Til uh, echt goed vergelijkbare spelers zijn. Omdat Til uh, ja, echt heel anders is, uh, een hele andere speler qua, qua speelstijl. Nou, techniek is echt wel een stuk minder wat mij betreft. Uh, ik zou dan zeker in, in wat uh, zwaardere wedstrijden, waar de ruimtes klein zijn, zou ik met Veerman op, uh, op team proberen. Ja, maar je moet het op een gegeven moment toch wel... Krijgen, want anders ga je daar misschien wel een paniekaankoop uh, uh, creëren. Dan denk ik van... Ja... Proberen het even op die manier op te lossen en uh, in, 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 de window, uh, in de winter te, te kijken, wil ik volgende zomer? Nou, ja, ik, vind, ik, vind ook geen ik vind het ook geen onverstandige oplossing die Imre uh, benoemt als het inderdaad niet lukt met de doelwitten. Uh, blijkt dus dat ze Zakarian uh, eigenlijk hebben afgewezen. PSV heeft ervoor gekozen om hem niet te strikken. De ketenlagen valt af. Uh, maar goed, dat duurt nog een maand. Ik ben, ik ben het eens met je sentiment. Geen paniek aankopen doen. Want een spelmaker kost ontzettend veel geld. En Veerman ben ik ook zeer gecharmeerd van. Vind ik ook een hele goede nummer 10. En uh, we hebben ook gezien dat hij uh, in, ieder geval, in ieder geval met één paas op Noah lang. Uh, ja, dat liet zien dat hij die steekpaas in huis heeft. Het was tegen uh, een laatste oefenscheid. Ja. Nottingham, afgekeurd door van Noah Lang. Maar het was, was een mooie steekpaas. En dat, dat heeft hij in zijn spel. Ja, goed. Uh, ja, voor de rest is het bij PSV nog. Uh... Of wat rustig uh, op dit moment? Ja, het, uh, het begon uh, vlammend met uh, Loa Lang en Ricardo Peppi. Maar uh, daarna is het afgekoeld. Ik uh, denk ook dat ze wel wachten op de, op de miljoenen die van uh, Sangré binnenkomen. Ik denk dat die ook gewoon wel gaat. Tenminste, die wil graag een, een stap maken, heb ik het idee. Um, ja, ik denk dat ze dan wel weer kunnen investeren in een vervanger voor hem. Een vervanger voor Gutierrez. En ook wat mij betreft de, de broodnodige verdedigers. En een vervanger voor Simons dus. Ja, uh, wordt lastig. Want ik denk niet dat dat. Ik denk dat dat uh, meer geld gaat kosten dan wat Zang oplevert. Maar nou ja, misschien uh, tovert uh, Ernest Stewart nog uh, wat de uit. Zo goed. Ja, waar het eerst uh, ook rustig was, maar nu in één keer begint te lopen, dat is in Amsterdam. Bij Ajax. Ja. Hey. Wat voor dikke begint daar in één keer hè? het sneeuwbaleffect? Ik, uh, uh, ik was verbaasd. Ik denk, nou, het uh, blijft blijft lekker stil in Amsterdam. En opeens uh, binnen 24 uur was het uh, die uh, wordt aangetrokken. Daar is interesse in, die wordt aangetrokken. Laten we beginnen niet, bij de eerste Ramage als ik het goed uitspreek, ja. de doelman van Eindracht Frank ja. Vind ik een opvallende transfer, met name omdat hij best wel duur is. 8 miljoen euro um, wat kan oplopen tot 10 schijnt en is de beoogde reservekeeper. Misschien dat heeft gezegd dat hij zich kan ontwikkelen... in de schaduw van Rulli. Nou, Rulli is 31 jaar... en kan dus nog best wel lang mee als keeper. 10 miljoen euro voor een reservekeeper vind ik veel geld. Uh, ja, met heel weinig cool. ervaring in de Bundesliga. En ja, je gaat ze zo meteen denk ik opnoemen, alle transfers. Maar in hetzelfde kader vind ik... Uh, 19 miljoen voor uh, Carlos Borges, of For Forbes, zoals die uh, genoemd wil worden. Uh, ook best wel fors, maar wel een hele talentvolle speler. Dus, alleen ik vind dat vooral... Echt power moves van Mislintat. Hij dient echt een risico, die steekt zijn nek uit, die haalt spelers die zich niet hebben bewezen en dat kan tegen hem gaan werken als die het niet gaan bewijzen. Maar ik vind het een, uh, ik vind het een gewaagde, ja gewaagde moves eigenlijk van Mislintat. Ja. ja, ik uh, ik sluit me hier uh, zeker wat betreft de match uh, echt al bij aan. Um, hij heeft echt echt heel weinig ervaring. Volgens mij heeft hij twee Bundesliga wedstrijden gekiept of twee in ieder geval twee wedstrijden op het hoogste niveau. Um, ja, um, ik vind het, en zeker voor een reservekeeper, 10 miljoen euro. Um, ja, ik, uh, ik was er heel verbaasd over. want nou ja, uh, uh, Drommel is, uh, en ik ben niet zo'n fan van Drommel, maar Drommel is voor uh, 3,5 miljoen euro destijds gehaald. Als eerste keeper van PSV. Keepers zijn altijd wat mij betreft redelijk goedkoop. En om dan opeens uh, minimaal 8 miljoen euro uit te geven aan een, aan een keeper die nog niks bewezen heeft. Wat hadden jullie dan uh, wel gedaan? Ja, Als je ik, toch een stand-in moet gaan halen. Ja, ik, uh, nou, we even. hadden het vorige week, of dinsdag ook, erover. Ja. Hè? Ik uh, vind Nicolai een hele goede optie uh, voor PSV. Had ik in ieder geval, sorry, voor Ajax, ja, een, Ajax een hele goede optie gevonden. Uh, die kent dus ook Marie Stijn, die heeft met hem samengewerkt bij Sparta. Um, dus ja, dat zou mijn eerste keuze zijn geweest. Ik denk ook geen 10 miljoen hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Daar zou je een <laughs> paar miljoen van moeten neertellen. Dus ik vind het heel opvallend dat ze bij uh, deze keeper van de Eindracht zijn uitge uitgekomen. Komt echt uit de koken van dat. Ja, is dus ook in Duitsland uh, met een grote verbazing op gereageerd. Volgens mij uh, was, de, was de eerste reactie van uh, Kikker, zeiden ze meteen. hè, Wat zeg je? Ja, inderdaad, uh, de Duitse was, media die zijn ja, ook uh, stomverbaasd. die waren echt stom verbaasd. Um, uh, ja, ik, ik, ik was zelf ook voor Nicolai gegaan. Uh, ik vond Nicolai gewoon echt vorig seizoen uh, een, van de, een van de betere keepers van de Eredivisie. Die kost dan een ja, paar miljoentjes. Um, en kan wat mij betreft misschien nog wel de, uh, uh, de handschoenen van Roelie uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk overnemen. Want ik durf niet te zeggen dat hij, uh, uh, dat hij het slechter zou doen dan Roelie. Want ik ben niet helemaal overtuigd van Maar hem. leert Ajax dan ook niet van het verleden? Want je, ja, je hebt voorheen Calvin Bessie voor heel veel geld uh, opgehaald. Uh, Owen Wijndal voor 10 miljoen. Uh, allemaal eigenlijk ja, tot op heden. Bessie is inmiddels alweer vertrokken. Wijndal lijkt tot op heden ja, niet geslaagd te zijn uh, in Amsterdam. Veel geld vooruitgetrokken. Dat ga je nu weer doen. Nu echt gewoon echt voor de stand-in. Uiteindelijk um, uh, kun je ook afvragen: van ja, moet Ajax ervan leren? Want Kelvin Bessie is wel voor 23 miljoen euro aangetrokken. Maar ook voor 22,5 miljoen euro vertrokken. Ja. Dus daar heeft Ajax een, een, een verlies van een half miljoen op gemaakt. Voor en de Rami gaan ze nu ook winst op maken, wellicht. Ja, nou ja, weet je, uh, um, ik denk dat ze zeker bij deze spelers, dus uh, uh, die Forbes en die. Uh, um, die een match echt betalen voor de speler die ze uiteindelijk moeten worden. Maar niet voor de speler die ze nu zijn. Um, dat is een strategie. Dat heeft Manchester United bijvoorbeeld ook gedaan met, met Anthony. Anthony heeft, wat mij betreft, ook nog niet het niveau van Manchester United. Maar die zou daar naartoe moeten groeien. Um, ja, het is best risicovol. Want uh, de onzekerheidsmarge is best wel groot bij dit soort jonge spelers. En onervaren spelers. Aan de andere kant. Als het de beste keeper van de Eredivisie wordt... en als uh, Forbes de beste vleugelaanvaller uh, uh, van de Eredivisie wordt... dan verdien je er echt een enorm veelvoud aan terug. En zeker uh, 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 Forbes heeft al best wel veel um, ja, uh, bewezen. In ieder geval niet op, op het hoogste niveau... maar daaronder heeft hij wel heel veel indruk gemaakt. Ja, als we het daar uh, toch over gaan hebben... Uh, ja, hij heet Carlos Borges, als ik het uh, maar. Ja, ja, hij gaat met Forbes op, op zijn shirt spelen. Waarom Forbes? Nou, hij heeft aan Manchester City geen rugnummer, of sorry, geen naam op zijn shirt gehad. De belofte van Manchester City die spelen, sowieso alle beloften die spelen zonder uh, achternaam. Dus eigenlijk heeft hij nu pas voor het eerst moeten bepalen van hoe wil ik eigenlijk genoemd worden. En Forbes, ja, dat is wel een, uh, een levensvraag. En iedereen gaat er van uit dat hij uh, Carlos Borges heten. Maar ik denk dat hij zich meer verbonden voelt met Forbes. Dat is volgens mij zijn derde naam. Uh, dus ja, nu heeft hij moeten kiezen. En dat was voor uh, ons als FC-update ook wel. Uh, Apart, want we hadden een artikel uh, gepubliceerd met Ajax haalt Carlos Borges. Maar dan lezen we in de tweede, tweede regel dat hij Forbes gaat heten. Terwijl hij bekend staat bij het publiek als Borges. Maar ik heb toen gewoon meteen besloten: oké, okay, dan noem ik hem gewoon Forbes. Want straks gaat hij het hele seizoen Forbes heten en dan noem je hem nog het, het hele jaar Borges. Ja, dat kan je niet. Dus uh, vanaf nu heet hij Forbes. Forbes. Wat kunnen we van Forbes gaan verwachten? Uh, ik Inbrede. denk uh, ja, uh, uh, nou ja, uh, er is uh, nog niet veel, uh, veel data in size sports, omdat hij gewoon uh, weinig op het hoogste niveau heeft gespeeld. Um, daardoor moet je op de data uh, uh, afgaan, gewoon op de pure statistieken. Ja, dat zag er wel heel goed uit. Um, de vraag is of je dat kan vertalen naar um, uh, zeg maar het hoogste niveau. want ik denk hij heeft bij de beloftes van Manchester City gespeeld. Nou, dat zal geen, geen misselijk niveauetje zijn. Maar ik denk dat de druk die komt kijken bij een, een club als Ajax toch echt wel wat anders is dan iets als de beloftes van City of iets in die richting. Het ziet er wel uit als een, een jongen met bravoure. Dus het is lastig te zeggen. Maar hij heeft bijvoorbeeld een hat-trick gemaakt tegen Manchester United te beloften. Dat hebben ze met 6-1 gewonnen. Uh, dat was ongeveer een jaar geleden. En tijdens die wedstrijd deed hij toen de viering van, van Ronaldo, weet je wel, zodat mm hij -hmm. uh, gaat slapen. Tegen United dus, als speler van City. Dat vind ik best wel een mooie actie, best wel mooi voor zo'n jonge jongen om op dat gewoon op die manier te doen. Hij heeft daar toen van gezegd van nee, dat deed ik niet om United te provoceren, dat deed ik gewoon omdat Ronaldo mijn held was, wat ook wel leuk is. En ik heb een heel interview met hem bekeken van een half uur op YouTube... En hij is best wel open en eerlijk. Hij zegt ook bijvoorbeeld van... Nou ja, ik kom uit de jeugdopleiding van Sporting Portugal... maar ik ben gewoon supporter van Benfica. En ik ging naar Sporting, want ja, zij kwamen als eerste. En hij speelde dus bij City... terwijl hij groot fan was van Ronaldo. Uh, leuke jongen, echt iemand om in de gaten te houden. Uh, veel bravoure. En ja, ik hoop dat we hem ook uh, veel in actie gaan zien. Uh, wordt natuurlijk spannend uh, met Ajax. Uh, Bergwijn ga je zo meteen ook nog wat over vertellen. Uh, maar misschien dat een concurrent... Uh, Wegvalt. Klinkt, klinkt een beetje als de Portugese Noah Lang zo. Uh, ja, ik heb <laughs> ja, uh, uh, yeah, uh, bij Sporting Porto Sport gespeeld. Maar ik ben uh, supporter van Benfica Ik ben fan van Ronaldo. Maar ja, ik, uh, ik zit in de jeugdopleiding van Manchester City. Ja, leuke ja. ja, Daar genieten wij natuurlijk wel echt van. Um, ik, ik ben benieuwd of zijn club er altijd blij mee is. Maar ja, uh, wij vinden het allemaal prachtig. natuurlijk. Ik raad je aan dat interview te bekijken. Ja, dat Moet dat je me opzoeken? Ja, dat is leuk. Ga op ik zeker doen. We gaan kijken of hij ook de Eredivisie heet gaat maken, natuurlijk. Ja, we hadden het net even over een concurrent uh, daarin, Steven Bergwijn. Um, ja, we brachten laatst al dat er, een, uh, dat er vanuit Saudi-Arabië uh, interesse was. Um, ja, ik weet inmiddels te melden dat die interesse alleen maar toe begint uh, te nemen in, uh, vanuit Saudi-Arabië in Bergwijn. Dan zijn er zijn inmiddels meerdere clubs die uh, uh, zich gemeld hebben bij het management van, uh, van Bergwijn. Um, wel is het daar zo. Uh, die clubs moeten keuzes gaan maken. Want je mag maar een x-aantal buitenlanders. Uh, daar selecteren en toenemen in je selectie, et cetera. Hij staat op een topkandidatenlijst. Uh, dus ze ziet er wel allemaal goed voor hem uit. Uh, wel moet ik erbij zeggen dat er nog geen één club zich concreet gemeld heeft bij Ajax. Maar uh, de verwachtingen zijn wel dat er later in de window zomaar eens een, uh, een megabot vanuit uh, dat land uh, gaat komen uh, bij, een, uh, bij een bepaalde club. En uh, ja, dat die echt gaan doorpakken voor hem. Um, verder zijn er ook andere clubs vanuit uh, heel Europa die, uh, die ook al links en rechts informeren. Dus het kan zomaar zijn dat Bergwijn uh, gaat vertrekken. Ajax wil hem liever eigenlijk niet kwijt. Alleen Ajax weet ook, zeker met een club als uh, Saudi-Arabië, die kunnen eigenlijk zomaar in één keer 40 miljoen gaan neerleggen. Misschien wel meer. Dan is hij ja, weg. Maar, inderdaad. Dan weet Ajax ook, uh, uh, die kunnen we niet meer uh, behouden. Dus ik denk dat dat wel iets interessants is om, uh, om in de gaten uh, te houden. Um, stel hij zou vertrekken, wat zou je ervan vinden? Ik zou het opvallend vinden, jongen op zijn leeftijd, 25, die al naar Saudi-Arabië gaat. Uh, ik zou het ook jammer vinden. Ik denk dat Bergwijn ontzettend veel talent heeft. En voor de eredivisie is dat wel een gemis. Uh, ik denk dat die jongen nog niet alles eruit heeft gehaald wat erin zit bij Ajax. En ik denk ook dat uh, als hij weggaat, dat het voor Ajax wel een probleem kan worden. Uh, dan mag je zeker Kudus niet meer verkopen. Want zoveel opties zijn er niet op de flanken. Ook als Darami inderdaad weggaat uh, naar Burnley. En Darami heeft ook nog niet heel veel bewezen. Ja, Je kunt straks dan Forbes op links zetten en, uh, en Koeders op rechts. Als Koeders niet weggaat, en dan heb je verder nog uh, Mika Gods en Consa Sau, nou die hebben allebei wel uh, glimpen getoond van wat ze kunnen, uh, maar daar blijft het dan ook bij. Dus ik zou dat ze, uh, ik zou dat wel uh, een, een probleem vinden voor Ajax. Ja, uh, sluit ik me bij aan. Ik vind, ik vind het wel, hè, ik zou het van hem heel goed snappen als hij het doet. Want uh, nou ja. Uh, je kunt uh, uh, zoveel geld verdienen. En dat, dat is gewoon heel aanlokkelijk. Als je, gewoon nou ja, binnen twee jaartjes. je compleet financieel onafhankelijk kan voetballen. En, uh, en nooit meer hoeft te werken. En dan kun je ook nog denken: nou, dan kan ik nog altijd naar de Eredivisie terugkeren. of naar wat dan ook. Um, maar ik zou het voor Ajax inderdaad echt wel een, een, een probleem vinden. En zeker, kijk, die, die Forbes, die hebben ze dan wel gehaald. Um, misschien sorteren ze daarmee ook voor op een, op een vertrek. Uh, um, maar ja, uh, het, is, het is nog maar de vraag of hij het wel gaat waarmaken op het hoogste niveau. En Gods en Constanzaal hebben natuurlijk echt veel talent. Um, maar ik denk dat die echt nog niet klaar zijn om structureel elke wedstrijd negen minuten vol te presteren. Ik denk dat die echt nog rustiger gebracht moeten worden. Ja, grappig is dat Ajax het daarmee eens is. Want die publiceerde gisteravond een heel opmerkelijk bericht op hun eigen website uh, over de transfer van uh, Forbes. Daarin werd geschreven over vorige Portugese spelers die voor Ajax hebben gespeeld. En werd ook een Alinea gewijd aan, uh, aan Conceição. En daarin schreef Ajax gewoon in het Engelstalig artikel. dat hij nog niet genoeg heeft laten zien. Dat hij nog moet werken aan zijn uh, scorend vermogen. En dat vond ik heel opvallend. Ze hebben dat stuk tekst ook snel aangepast. En uh, in de Nederlandse versie staat dat nu ook gewoon goed. Maar als zelfs Ajax dat al gaat schrijven over zijn eigen spelen, ja dan. Ja, weet je wel, het, uh, ja. ja je, je, weet, je weet, die eerste versie, zeg maar, die kritisch was, dat was eigenlijk de echte versie. Ja, ja ik vind die, het heel rauw uh, dat ik ben uh, heel benieuwd uh, dat is gegaan. Ja, ik vraag me ook af of, uh, of Concert Houden dat zo leuk vond. Ik denk dat hij ook wel heeft gezegd, van, joh, wat maken jullie me nu? Ik, uh, ik zit hier een jaartje, kom op. Ja, beetje, ja een beetje jong, rust aan, jongens. Jong heeft echt wat talent hoor. Ja, ja het, is, absoluut. Het, het, het is Ajax, hè? Ja. Het is wel Ajax, je moet op een gegeven moment wel uh, leveren. Uit, ja. ja, maar ja, wie heeft er nou vorig jaar bij Ajax echt geleverd? Er waren een paar spelers die goed, goed waren, Kudos Ik vond Alvarez zelf ook nogal goed. Tadic, MVP toch weer? Ja, Tadic. Maar voor de rest uh, vond ik het allemaal uh, vrij hard tegenvallen. Dus ja, dan uh, kan ik me voorstellen dat hij zegt, ja, niemand heeft vorig seizoen geleverd. <laughs> <Ja>. <laughs> Waarom moet ik dan wel leveren als ik hier als een soort van talent ben binnengehaald? Ja, het kan ook zijn dat het gewoon een vertaalfout was of zo. Dat is in ieder geval best wel apart. Ja. Nee, we gaan, het, we gaan het zien ook uh, omtrent Bergwijn. Het kan ook gewoon zomaar zijn dat die baas blijft, uh, maar het, het begint steeds serieuzer termen uh, uh, aan te nemen. Aan te nemen daar uh, vanuit die hoek. Um, ja, we hebben het de hele tijd over, over de PSV, Ajax, Feyenoord. Um, ik was afgelopen woensdag uh, op de persconferentie van de Jon Kruidschaal. Daar zei Anna Slot ook van, ja, je hebt drie clubs die om de titel eigenlijk zo'n beetje gaan schrijven. Uh, PSV, Ajax en Feyenoord. Doe je AZ niet tekort? Dat die om de titel strijden? Ja, we onderschatten we AZ niet een klein beetje. Uh, nee, ik, ik, ik zie AZ niet als titelkandidaat. Um, ik vind AZ, uh, dat AZ wel echt goed beleid voert. Um, ik vind dat ze, dat ze, nou ja, ze hebben zich echt wel gewoon uh, duidelijk laten zien dat zij wat mij betreft de structurele nummer vier zijn van Nederland. Uh, boven FC Twente ook. Um, aan de andere kant, ja, ik, ik zie ze gewoon echt niet als titelkandidaat... ...omdat ze niet dezelfde investering kunnen doen. Ze verkopen niet op dezelfde manier. Um, uh, die Tiziani Reinders, nou, dat is, uh, uh, die is voor, voor 20 miljoen euro dan ongeveer naar, uh, naar AC Milan gegaan. Um, en dat vond ik best wel veel geld. Uh, um, terwijl uh, Kukcu ging voor, voor dan maximaal 30 miljoen euro naar Benfica. Dat vond ik eigenlijk te weinig. Ik vind de kwaliteit die bij Feyenoord, PSV en Ajax rondloopt, vind ik hoger... Um, uh, de bedragen die ze uitgeven zijn hoger. De spelers zijn, wat mij betreft, beter. Nee, maar het vind... is wel zo dat het PSV en Ajax eigenlijk opnieuw beginnen met een nieuwe trainer. En oh. um, ook met, bij, bijvoorbeeld bij Ajax bij, grotendeels met een nieuw elftal. Um, en AZ bouwt al jaren eigenlijk onder Pascal Jansen. Heeft wel een stijgende lijn ingezet. Heeft het ook goed gedaan in de Conference League. Uh, maar ik snap wat je zegt, Reiners is weg en hij is niet de enige, Beukema ook, uh, Pav Kerkes. Sorry, uh, Kerkens en, en Pavlidis Pavlides staat in de belangstelling van Stuttgart. Uh, verder heb je nog Jesper Carlson die staat in de belangstelling van Lazio. Nou, als Karlsson en Pavlidis weggaan, dan, uh, ja, dan is het denk ik einde verhaal, want ik vind dat uh, twee ontzettend goede aanvallers. Uh, maar als die blijven en ze hebben een goede voorbereiding achter de rug, dat zegt natuurlijk niet altijd wat, maar het is bij Ajax uh, nog maar heel erg de vraag hoe het gaat lopen. Bij PSV, Bos heeft een goed gevoel, ik zie ook wel goede dingen. Maar deze is op zich wel een opening om in ieder geval te jagen op een plek in de top 3 in de Champions League. Als, als, Ajax, um, uh, als het huidige Ajax gewoon zo blijft staan, als nu uh, Sven dat zegt: Jongens, het is afgelopen met die aankopen, dit is het, dan zie ik AZ serieus nog wel uh, uh, boven Ajax eindigen. Maar ik denk niet dat Sven dat nu zegt: Het is klaar met de aankopen. Ik denk dat Sven dat zegt: Nu gaan we doorpakken. Ja, um, maar die moeten ook allemaal nog, je weet hoe dat gaat bij Ajax, wennen aan het Ajax-spel. En... Uh, inpassen en je hebt inderdaad een paar spelers die nog heel weinig hebben aangetoond op het hoogste niveau. Dus het is maar ik, je kunt heel veel aankopen doen, maar om daar ook een geheel van te smeden, ...dat is best wel een klus. Dat is lastig, alleen ik, uh, ik denk dat Marie Stijn daartoe beter in staat is dan uh, zowel Alfred Schreuder als uh, John Heitegaan. Daar heb ik wel meer vertrouwen in. Dus ik denk dat als de, de aankopen worden gedaan, hè, als die Sutalo komt en zo, dan denk ik wel dat, uh, dat Ajax nog gewoon boven AZ eindigt en PSV en Feyenoord net zo. Dus ja, uh, ik, um, ik schat eigenlijk in dat AZ gewoon weer op de vierde plek eindigt. En dat is heel netjes overigens. En ik vind gewoon dat AZ echt, ik, AZ is uh, qua beleid een van de beste clubs van Nederland. Alleen structureel is het gewoon uh, uh, allemaal net wat minder. Misschien kunnen ze wel nog tot dit niveau groeien. Wat denk jij, manier? Onderschatten wij ze dan? Ik denk dat, uh, dat AZ, maar ja, het is ook lastig, er gaat nog heel veel gebeuren natuurlijk de komende maand op, uh, op transfergebied. Uh, maar ik denk dat AZ, AZ verrast elk jaar toch wel weer. Het maakt niet uit wat ze verkopen, ze hebben natuurlijk uh, de periode gehad met Wijndal die ze verkopen, Stengs die ze verkopen, uh, Boadu die ze, die ze verkochten. Uh, toch komen er weer nieuwe jongens, of vanuit de jeugd, of ze plukken het ergens uh, vanuit het buitenland vandaan, die er eigenlijk meteen weer staan. Dus dat vind ik heel knap inderdaad aan het beleid van AZ. En uh, ik, ik, ja, ik, ik zie AZ, ik, ik wil niet zeggen als titelfavoriet, ze zijn gewoon een hele goede outsider. Maar ik denk wel dat ze, dat ze in ieder geval heel lang mee gaan draaien. Ja, ja, dus wat dat, wat uh, ik denk is ook dat de top van de eredivisie wel echt een stuk zwakker is dan vorig jaar. En dat biedt kansen voor een uitdager om zich uh, te mengen. Ik denk dat eigenlijk alle clubs hebben ingeleverd ten opzichte van vorig seizoen. De, de topclubs bedoel ik dan. Uh, bij Feyenoord kun je je afvragen of dat heel significant is. Uh, want die hebben ook wel goede aankopen gedaan. Maar overal zijn wel hele goede sterspelers vertrokken. Dus dat biedt wel kansen voor een, een bepaalde dynamiek... die nog heel moeilijk is om te voorzien. We gaan het zien, we gaan het zien. We, 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 gaan, uh, we gaan door naar het volgende onderwerp. Um, Spelen van het jaar. ISPN uh, had uh, een, een aantal uh, namen op een rijtje gezet. Drie Feyenoorders. Urkun Kukcu, Santiago Guimines en uh, Hansco. Simons, PSV, Czerny... Cerny, als ik het goed uitspreek, FC Twente. Dominique? Ik heb, ik heb hier geen sterke mening over. Ik heb hier echt... Nou, wie, wie vind jij... Uh, nou, ik, wie ik moet ik, het worden? Ik kan ermee leven als het Kukcu wordt. Ik kan ermee leven als het Hansco wordt. Ik kan ermee leven als het Simons wordt. Ik denk dat er voor al die drie kandidaten een heel die. goed... Uh, net Nee, maar ik noem er drie. Oh, okay. uh, Kukchoo, uh, Gime, uh, sorry Kukcu, Hansco en uh, Simons. Voor die drie kandidaten is allemaal een argument te maken. Kukcu heeft zijn team als aanvoerder naar de landstitel geloost. Simons heeft... Waanzinnige dingen laten zien in zijn eerste jaar. Op hele long, jonge leeftijd heeft een niet goed draaiend team bij de hand genomen. En Hanschiko was ja, de beste verdediger van de Eredivisie in mijn optiek. Dus ik, ik heb er allemaal vrede mee. Ik heb, alleen als het Tcherny wordt of Jiménez, zou ik er wel mijn bedenkingen bij hebben. Tcherny heeft met name in de tweede seizoen zelf heel goed gespeeld. Uh, maar is dat genoeg? Vind ik niet echt. En Jiménez. Ja, daarvoor geldt ook een beetje hetzelfde. Nou, ja, in de tweede seizoen ah, zelf ja. ja, had hij inderdaad een periode dat hij gewoon iedere week scoorde. Dus dat telt significant mee, dat snap ik. Maar is het seizoen wel begonnen als tweede keus. Veel invalbeurten. Maar als en, je alleen moet uh, kiezen ja, van die vijf? Ja, als ik zelf, als ik zelf de trofee zou moeten uitreiken, dan zou ik gewoon Kuksu zeggen. Maar dat is meer als de default keuze. van... Ja, hij is aanvoerder geweest bij de kampioen en heeft een heel goed jaar gedraaid. Dus dan is het logisch. Maar ik zou het ook heel goed begrijpen als het Simons wordt. Eemeren? Wie um, kies Ja, uh, uh, voor mij zijn er uh, um, ook drie inderdaad. Die drie keuzes uh, die Dominique noemt, uh, uh, die heb ik ook uh, uh, onderstreept. Um, wat mij betreft is Kukcu echt wel de beste speler geweest. Um, Simons is wel wat mij betreft belangrijker voor uh, PSG, PSV geweest. Ik denk dat als je Kukcu bij Feyenoord had weggeplekt... en er bijvoorbeeld een Zaroukje had neergezet... die ze nu al zijn aankoop hebben gedaan... Dan had je uh, denk ik nog steeds wel echt een hele serieuze gooi naar de landstitel kunnen doen. En misschien hem zelfs ook nogal gewonnen. Ik denk dat als Simons niet bij PSV had gespeeld, dat ze uh, buiten de top 3 waren gekomen. Dat ze gewoon misschien zelfs nog wel uh, onder AZ en Twente waren geëindigd. Dus ik denk dat Simons echt veel belangrijker is, uh, is geweest voor zijn, uh, voor zijn ploeg. Ik denk dat Kuktu uiteindelijk wel het betere jaar uh, achter zich heeft. Mijn keuze zou dan kukje zijn, maar um, ik, ik vind voor Simons ook zeker echt wel een, een goed argument te maken. Hanjiko vind ik al zelf ietsje, ietsje minder. Oké, okay. oh, duidelijk. Ja, ik vind, ik vind het heel moeilijk te vergelijken. Want Hancho is op een hele andere manier belangrijk. Maar die heeft eigenlijk een foutloos jaar gespeeld als, ik ik als miljoenen aankoop. Ja, ja. Hanchko is absoluut, eh, eh, laat me naar beste verdediger van de Eredivisie. Eh, ja. en laat daar even duidelijk over zijn. Um, ik vind hem een klasse beter dan, uh, uh, dan zijn voorganger Senesi. Ja, ja. daar ben ik helemaal met je eens. Uh, ik, uh, ik vond Senesi ook af en toe gewoon wat wijfelend en onzeker ogen. En we hebben hem voor veel geld gekocht. En hij heeft ook veel mooie dingen laten zien, mooie doelpunten huh? gemaakt. Uh, Feyenoord, ik ben objectief. Um, maar inderdaad, Hansko is een, een baken van stabiliteit. En gaan we ook nog heel gaat Feyenoord ook nog heel veel geld uh, mee verdienen? En daarom zeg ik, ik weet ook dat hij in het uh, volgens mij spelersklassement van het AD bovenaan is geëindigd. Dat is ook niet zomaar. Die geven dan cijfers volgens mij uh, aan spelers na iedere wedstrijd. En dan trekken ze een gemiddelde. En ja, dat Hanske daar bovenuit komt, dat is helemaal niet verrassend uh, voor mij. Die was gewoon wel uh, misschien wel de stabielste speler van de Eredivisie. In de zin dat hij eigenlijk ook nooit echt, nou ja, er zijn niet echt wedstrijden geweest waarvan ik dacht, oh, die valt nu echt helemaal door de mand. En ook op, op hogere niveaus, op, op de Europa League en zo, vond ik hem eigenlijk ook altijd wel oké. Okay. Dus uh, ja, het is een uh, absolute goede verdediger uh, en heel stabiel. En dat heb je wel nodig op die positie. Ja jongens, nog een week en dan start het uh, hele gebeuren weer gewoon in zijn, uh, in zijn compleet... Uh, helemaal vooraan? Uh, helemaal, ja, uh, ja, we hebben het de hele tijd over, over kandidaten. Uh, wie staat er het, het beste voor? Wie staat er het slechtste voor eigenlijk? Ja, um, het, uh, het cliché-antwoord is eigenlijk altijd Excelsior. <laughs> Excelsior is, eh, nou ja, eh, eigenlijk is het een, um, uh, een wereldprestatie als Excelsior er, erin blijft. Dat is eigenlijk al uh, uh, bijzonder. Um, persoonlijk denk ik zelf ook dat um, uh, Almere City het heel lastig gaan, kan gaan krijgen en FC Volendam. Uh, die hebben vorig seizoen echt wel nou ja, een mooie, mooie opmars gemaakt en daardoor toch nog uh, in de eredivisie kunnen blijven. Maar um, daar dreigen wel uh, veel vertrekken. Die Mbuyamba, die uh, staat in de belangstelling van Sampdoria volgens mij. Um, uh, die, Eiting, uh, Eiting, Twente. Die, ja, Eiting, Twente. Als daar een aantal belangrijke spelers uh, vertrekken, dan, uh, dan zie ik het niet rooskleurig in. En dan denk ik dat die uh, ook wel echt uh, nou ja, weer uh, naar de KKD moeten. Dominique? Ja, ik uh, vind Volendam ook de ploeg waar ik me de meeste zorgen om maak. Um, die hebben alleen een 19-jarige keeper gehaald. Dat is het enige aan dit seizoen. En die moet Stankovic gaan doen vergeten. Nou, Stankovic werd, was, het, hè? was een hele goede keeper. Die werd verkozen is, tot, uh, is een hele goede keeper. Uh, werd verkozen tot speler van het jaar. Dat is ook niet zomaar. En daar gaan ze dus op achteruit. Uh, kan je wel stellen, denk ik. En verder, uh, Antonucci Antonici verloren. Orestanio verloren. Uh, in maat misschien. En Bojamba en Eiting. En daar helemaal niks voor teruggehaald. Dus. Die staan er, denk ik, wel echt het slechtste voor. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrok gisteren ook wel van Twente. En niet alleen gisteren, maar ook in de wedstrijd uh, tegen Hammarby. Ik vond het echt. Uh, ze hebben eigenlijk twee verschrikkelijke wedstrijden gespeeld. Um, met heel veel tegenzin heb ik ernaar zitten kijken. En natuurlijk is het kijk, logisch dat Hammarby verder in het seizoen is. Die zitten gewoon midden in het seizoen. Uh, en dat was ook gewoon een kutwedstrijd daar. En met een hele vervelende sfeer, dat snap ik allemaal. Maar het was echt niet om aan te zien. Dus ik, ik denk dat bij Twente het vertrek van de diverse sterspelers en het dreigende vertrek van enkele andere sterspelers. Het is nog maar de vraag hoe dat gaat uitpakken. En natuurlijk ook met de trainer die is vertrokken. Kijk, het moet allemaal. Het heeft allemaal tijd nodig. En ik ben blij dat ze nu tegen Riga mogen spelen. Want normaal gesproken levert dat wat minder problemen op. Maar ze hadden, ze hadden geen uh, uh, geluk met de loting natuurlijk. Hammerbrief was denk ik echt wel de. Is de van de lastigste, ploeg uh, ja. die je daar kon treffen. En uh, die kunnen er ook niet zoveel van. Nee, maar het is niet zo dat ze daar dan opeens tegenover een, een sterrenensemble staan. Uh, het is best een aardige ploeg en best taai. Maar het is uh, als, als Twente, Twente van vorig jaar had het denk ik uh, thuis makkelijk met 3-0 opgerold eigenlijk. Ja, nu, nu we het toch over Twente hebben. Ja, met je steen hè stem zijn, ja. Hij is gewoon helemaal los. Hij, uh, hij, hij blijft maar doorgaan. Ik, ik, ik zat een, een bepaalde theorie erbij, uh, bij te bedenken. Hè. Waarom hij nou uh, ja, zo lekker in zijn vel zit. Uh, schoort aan de lopende band. Zou het ook niet te maken hebben met uh, ja, zijn vader, trainer van het grote Ajax? Ik kan me ook voorstellen dat hij jou als jongen heel trots maakt. Nou, nu nog, hè? Wacht, hey, nu nog, hè? die er nog niet begonnen, want het kan na, na, na vier weken weer helemaal anders zijn. Maar dat hij nu zien zei, het, maakt me, het maakt me echt trots. M mijn vader is trainer van Ajax. Ik kreeg er een lekker gevoel van. Misschien wil hij zich ook aan papa laten zien dat hij denkt van... Ja, nou, uh... wie weet ook, maar ik, zat, ik zat ook aan een reclame van vroeger uh, te denken. Ik ken jullie de reclame nog van, van... allemaal jongetjes die bij een, uh, bij, uh, bij een schommel staan. En gingen, die gingen gaan opscheppen van... Was dat vader hun vader doet. Overal, uh, mijn vader was advocaat en dan was mijn de in uh, ja, mijn vader werkte bij de McDonald's ja, en de trots en hij kan gewoon zeggen: mijn vader werkt bij Ajax hoofdtrainer van Ajax het gaf me, me een lekker gevoel ik kan me daar echt wel iets, iets bij voorstellen nou nog... ik, ik vind het wel een een grappige theorie want Sowieso de hele familie Stijn, uh, ja, het geluk lacht ze toe. Uh, Maries, uh, nieuwe trainer van Ajax. Uh, Biba Stijn, die heeft opeens tienduizenden uh, volgers erbij op Instagram. Die heeft ook heel veel bekend uitgekregen. En Stem Stijn doet het uitstekend. Dus ik, snap, ik kan me best voorstellen dat die familie zich gewoon prettig voelt. Ja, ja, de, dat de familie echt heel hè? vrolijk is. Ja, nu nog. Hè, want ja. wat ik gezegd, Het kan ook allemaal anders zijn. Het is voetballerij. Nu, ja, het is ook even de andere kant van de medaille. Want ze hebben ook natuurlijk meegemaakt uh, uh, de problemen bij NAC. Ja. Uh, dat uh, Maurits Stijn werd het uh, bedrijf. Volgens mij heel de familie werd, uh, werd zo'n beetje bedreigd dat, dat was absoluut geen leuke periode voor. Nou, ik, ik, heb, ik, ik ben daar zelf niet heel goed in ingelezen. Maar ik heb wel vaak van NAC supporters gehoord of NAC-supporters, dat, uh, dat dat wel overtrokken is en niet helemaal recht doet aan de waarheid. Ik wil dat heel even gezegd hebben, omdat ik dus zelf het dossier niet ken. Maar ik weet niet hoe goed jij er bent ingelezen. Ja, ik, ik heb uh, Sam Stein. Uh, in die tijd geïnterviewd, uh, weet ik nog voor mijn vorige uh, werkgever, um, en toen, toen gaf je echt duidelijk aan: van ja, we hebben het zwaar gehad als gezin, want uh, wij krijgen er natuurlijk ook gewoon mee als kinderen uh, dat je vader uh, thuis komt, uh, niet lekker in zijn vel zit, ongelukkig is, uh, de een naar de andere bedreiging uh, binnenkrijgt. Oké, okay, oké. Okay. En zijn heeft er ook een keer op goed op gereageerd door te schoren voor Ado in het Radverlegstadion Stadion en ook zijn middelvinger. Uh, richting de uh, uh, base, side, is dat is daar bij NAC? Dit uh, is de bases bij NAC. Ja. Dat, ja, dat, dat, dat keur je natuurlijk niet goed. Maar goed, maar dat doe je is ook niet, Het is, is doe wel doe begrijpelijk. Ik vind het als, als het echt, hè, als hij dat op die manier heeft meegemaakt, dan kan ik me ook wel voorstellen dat er echt zoveel frustratie en ontlading bij, uh, bij komt kijken. Dat je op een gegeven moment gewoon dingen doet in emotie. Zeker als je op het veld staat, die je anders niet zou doen. En het is niet verstandig, ik keur het niet goed, maar ik snap hem ergens ook wel. Uh, Alleen het is heel provocerend natuurlijk ook weer. Ja, uh, uiteindelijk moet je ergens ook de, de, de vicieuze cirkel doorbreken... en zeggen, oké, okay, ik ben hier de, de volwassenen... en ik ga hier gewoon niet in mee. Ja, joh, laat het allemaal lekker gewoon voor de familie Stijn zo ja. op het hok. Ik, ik, ik vind het absoluut hartstikke leuke mensen allemaal uh, bij elkaar. Leuke dochter ook, hè? Ja. Dat, uh, heb je, oh, ja. Goed. Um, uh, ja, dan komt het moment, jongens. De vraag van Frank? De vraag van Frank, ja. Ja, ja daar gaan we nu... Uh, nu naar kijken. Ja mannen, terwijl ik me in de Ardèche voorbereid op een hopelijk mooi voetbaljaar, maken ik jullie alweer op voor het traditionele seizoensopening. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV. De laatste keer dat deze clubs tegenover elkaar stonden in de eindstrijd is alweer vijf jaar geleden in 2018. En toen was het bekerwinnaar Feyenoord die na strafschoppen aan het langste eind trok. Als je de wedstrijdselecties van toen vergelijkt met die van nu... Dan zul je zien dat er in totaal vijf spelers toen bij waren die ook nu onder contract staan bij Feyenoord en PSV. Het zijn er twee aan de kant van Feyenoord en drie aan de kant van de Eindhovenaren. Voor tien punten noem ze alle vijf. Succes! Oké, okay, dus oh. als ik het goed heb, zitten we... Zit er bij Feyenoord nog twee spelers? Ja, twee spelers die erbij waren het? in 2018. En drie bij PSV. En drie ja. bij PSV. Nou, bij Feyenoord uh, zijn dat uh, Bijlo en Geertruida. Dat zou kunnen, dat waren oh, was dat Geertruida erop. Bijlaat en Geert toen die strafschoppen en Geertruida, volgens mij heb ik een foto laatst voorbij zien komen. Uh, volgens mij stond Geertruida erop. Oké. Okay. En dan bij PSV, die vind ik wel lastiger. Luc? Uh, Luc de Jong kan denk ik wel kloppen, ja. Uh, Daar gaan we voor. Die zetten de, we in, ja? Deze? Ja, de Zat, was deze toen? De nee, deze die nee, die is vrij uh, jong. Nee, ja, die is vrij jong. Hij, hij zal misschien wel bij PSV hebben gezeten... maar denk nog niet in de, in de wedstrijdselectie. Uh, Luc de Jong. Pff, ik zit oh. even te denken naar dat... wie uh, staan er. En ik denk ook... Ja, die is er niet meer. Die is, die ja, is ik vertrokken ik, bij PSV. Oh, je, oh van, ah, wacht. Die die dacht hij hij moet ah, er nee, nu nog zitten. Oh, oh, hij moet er oh, nu nog zitten. Op Nee, die is de selectie, te jong, denk nou, ik, 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 ik. Ik denk op Biesbouw, maar goed, dan denk ik... Is het... Het is de selectie, hè? dus moet moeten ook een beetje denken aan wisselspelers. Ja, ja precies. Een reservekeeper ja, of zo van PSV. Ja, is het is erom gehaald. Waterman zat hier toen ook niet al eerder. Uh, in de poeh, eerdere periode bij PSV? Het, ja, hij heeft ja, een periode bij PSV heeft hij zelfs eerst keeper geweest, maar dat, was het niet rond 2014 en zo 2015. We gaan kijken, we gaan gewoon kijken okay. naar het ja. antwoord. Ja, er komen de goede antwoorden. Uh, aan De kant van PSV in de basis Luc die jong. Na omzwervingen in Spanje natuurlijk weer terug in Eindhoven. En als invaller kwam binnen de lijnen Mauro Junior. Jordan Theze bleef 90 minuten op de bank zitten. En dan aan de kant van Feyenoord, daar had doelman Justin Bijlo een basisplaats. En bleef ook Lutjerel Geertruida 90 minuten op de bank. Dat waren ze. Nou. Volgens mij hebben we er vier, toch? Ja, toch? Vind, ja. Ik, vind ik een mooie score. 90 minuten, ja. Toch? Maro, Jr., ja, Maro Junior, ja, natuurlijk. Hij is, dus, uh, 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 is zo'n tijd zelfs een, een van de beste spelers geweest. Alleen ja, door zijn blessures, uh, helaas uh, uh, een beetje uit beeld nu. Ik hoop echt wel dat hij weer eens fit wordt. Want maar, dat maar, heeft... maar, 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 wacht even, hè. Als, ik, als ik dit doe. En dit. Wat gaan jullie dan doen? Gaan, uh, gaan we zakken? Nee. Gaan we, even, gaan, we, gaan we even zakken? Gaan we zakken? Ja la 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 la, la. Mooi je ja, die kwam ja. op die manier heerlijk dacht uh, uh, al, waar uh, wil jij oh, heen? In oh, ja. orkei, he? Maar het, uh, het, het bleek een, een commercial van Tempo Team te zijn. Het waren, ja. uh, het waren drie hele mooie oh, dagen. Oh nee, toch niet. Toch ja. niet. Ja, jongens. Ja. Wat moeten we hiervan vinden? Dominique, trap maar af. Nou, hij heeft mijn advies niet opgevolgd. Duidelijk niet. Nee, ja, want daar gaan we even naar kijken, jouw advies ja, van afgelopen kom maar inzak. door, kom maar door. Nou, ik verwacht wel dat er ooit, ik weet niet wanneer, maar ooit wel weer een bericht zal opduiken dat hij het weer ergens gaat proberen. Maar mijn advies aan Iotaren is, als je dat gaat doen, kondig het niet aan. Ja, ja dat nou, hij, dat, uh... als hij daarna had geluisterd, was het een stuk beter afgelopen, denk ik. Kijk, mijn, mijn punt was dat hij gewoon rustig, en dat zei je ook, voor zichzelf moet gaan trainen, fit worden en zich dan ergens moet gaan melden bij een club. Kijk, je kunt niet stilhouden dat je bij een club aan de slag gaat, maar wordt eerst gewoon fit. Maar hij kiest ervoor om gewoon meteen met veel bombari bij zijn nieuwe club uh, zich te melden. Ja, en dat, dan zet je jezelf alleen maar voor lul als het dan twee dagen later misgaat. En dat vind ik, vind ik doodzonde. Want je bevestigt eigenlijk alleen maar de voordelen van mensen die zeggen dat het nooit meer wat gaat worden. Ja, jammer. Maar gaat het ooit nog wat worden met hem? Nee, nee, dat, dat zie ik. Ja, zoals ik zei, ik denk dat er wel steeds weer berichten zullen opduiken. van oh, hij probeert het weer en hij gaat weer trainen. Hij gaat weer met Vaneburg hij gaat weer bij een amateurclub in Utrecht wat doen. Maar hij heeft gewoon niet de discipline om ook B te zeggen nadat hij A zegt. Um, dus ik, nee. nou, kijk, dit was gewoon een enorme grote kans voor hem om zich weer. Te ontwikkelen om zich weer op te richten. Een vierjarig contract. Nou, als ze hem echt voor vier jaar wilden vastleggen, dan zou ik zeggen: meteen doen. Uh, want dan kun je nog een lekkere vergoeding krijgen als het na een jaar niks wordt. Uh, maar als hij zelfs dat niet aanneemt... en dat, nadat hij met een sjaal zich meldt op het vliegveld, ja, dan, dan zie ik het heel. Heb ik een heel hard hoofd in dat het ooit nog wat gaat worden? Ja, nou ja, als je... ja, ja maar jij bent. Spreek mezelf aan, joh. Oh ja, moet, moet ik hem even aanspreken? Ja, nou ja, eigenlijk. Ik, ik weet niet zo goed wat ik me wat zeg. Zou je ik je hem adviseren. Ja, dit klinkt heel, heel, heel vervelend. En hè, dat, ik hoop niet dat mensen dat verkeerd opvatten. En zeker hij ook niet. Maar ik zou gewoon stoppen met het, met het profvoetbal. Ik zou gewoon echt zeggen: jongens, het is niks voor mij. Het maakt het niet uit. Je moet er je moet echt wel een soort van persoon voor zijn uh, die, uh, uh, die echt, zeg maar, daar alles voor wil geven. En ik kan me heel goed voorstellen dat je niet. Uh, alles voor je werk wil opofferen. Want uiteindelijk is het gewoon is het zijn werk. Maar hij heeft wel financiële problemen. Dus hij kan ook misschien niet makkelijk zeggen: ik stop ermee. Nee, dus maar ja, oh, oh, wat verdient hij nu? Ja, ik, niks. Nee, dat klopt. Um, maar stel dat hij een contract had getekend bij Samsung Sport. En dat hij wel weer verzekerd geweest van inkomen. Er ja. is dus beslag gelegd op zijn huis. Hij heeft een schuld van een paar duizend euro. Omdat hij meubels niet betaald zou hebben. Ja, ja dan, is, dan. Nu is de vraag: uh, um, uh, heeft hij dat niet betaald omdat hij echt het geld niet heeft? Of heeft hij het niet betaald omdat hij gewoon ver, vergeten is of zo? Hè, weet je? Ik weet niet hoe erg die financiële Nou, er is een zijn. rechtszaak over geweest in maart. Dus hij is het niet over, vergeten. Over die meubels. Over die meubels, ja. Dat is een beetje uit uh, de loot <laughs> okay. of in, in de gebleven. Maar uh, de, daar, daar is een rechtszaak over geweest. En die eigenaar van die meubelzaak heeft keer op keer op contact gezocht, gezocht met IATARE. IATARE heeft een deel betaald toen, uh, maar niet alles. Dus hij is dat niet vergeten, denk ik. Um, dus niemand weet eigenlijk hoe het echt gaat met die jongen... en uh, waar hij echt mee deelt. En dat is ook gewoon deels persoonlijk. Um, maar ik kan me voorstellen dat het voor hem niet makkelijk is... om te zeggen, ik stop helemaal als prof. Want ja, dat, dat is eigenlijk zijn enige bron van... of potentiële bron van inkomen. Het begint begin nu wel echt heel, heel, erg, heel erg treurig te worden. Ik, ik had er gisteren met mijn vrienden over... en uh, die zei eigenlijk allemaal hetzelfde. Ook hopelijk... Wordt er niet helemaal uh, verkeerd opgepakt, maar hij verdient echt een klap. Hij verdient gewoon echt een platte hand om een keer. Word eens wakker, jongen. Jij, je, je kan een jongensdroom leven. Iedereen heeft hier wel eigenlijk een beetje zo'n jongensdroom van. Je kan profvoetballer zijn. Hij heeft zoveel kwaliteit in dus zijn linkertee. Dat hadden wij dat maar. Uh, meer dan uh, veel spelers in de hun hele lichaam. op een gegeven moment: van, jongen, wow, word wakker. Word eens wakker daar in die bovenkamer en ga eens wat mee, met dat talent doen. Ga, ga, ga aan de slag. Ga, ja, maar er zijn er zoveel mensen komt, die dat ja. hebben geprobeerd. Ook ja, een Westi snijder er, er komt er nu zo'n uh, Samsung-spor uh, voorbij, die hem dan een. een kijk, we, we weten niet alle details natuurlijk, maar die, die, uh, die hebben een vierjarig contract dan waarschijnlijk gewoon uh, aangeboden. Komt hij daar en dan gaat hij alsnog uh, uh, naar verluidt. Extra eisen uh, erbij stellen of wat dan ook. Het deed me ook gewoon denken aan uh, een anekdote over René van der Gijp. Uh, die heeft een keer in een, uh, in, in een voetbalpraatprogramma, heet het toen nog Volgens mij Voetbal Insight destijds, een keer gezegd van dat hij met zijn zaakwaarnemer, uh, hij, hij zat volgens mij bij PSV toen, René van der Gijp. Ik weet het niet meer zeker. Hij ging met zijn zaakwaarnemer, Rob Jansen ging hij, uh, dat was uh, interesse vanuit Mallorca, dacht ik. Real Mallorca, ik weet het niet zeker. Nou, hun gingen naar de Spanje toe uh, om de deal rond te maken. Nou, van de Gijp komt eraan, uh, wordt in een heel triest hotel uh, gestopt en daar is hij heel gevoelig voor, uh, voor die dingen. En hij zegt, ik zat daar in zo'n trieste omgeving, ze duwden mij in een hotelkamer. Ja, dan wil je nog niet dood gevonden worden. Hij zei, het stadion zag er niet uit, het was, het was zo treurig. Dus hij, hij zei al van zichzelf, ik ga dit niet doen. Maar ja, op een gegeven moment moesten ze een manier verzinnen van, oké, okay, hoe gaan we het die mensen vertellen? Ze ik het uiteindelijk toch niet gaan doen. Dus ze zitten aan die onderhandeltafel daar en uh, uh, Rob Jansen zegt van, weet je wat? we gaan gewoon hele gekke eisen stellen dat is op een gegeven moment zoiets hebben van ja nee kan niet. dit gaat te ver dus ze zeiden van ja uh, maar vond ik, hij wil ook een zwembad oh nee geen probleem doen we ha, ha, ha. ja maar hij wil, hij wil ook een Porsche voor de deur oh, oh is ja, allemaal ja, geen is probleem maar mijn Porsche dealer komt, komt, uh, komt allemaal goed ja, maar hij wil ook uh, af en toe uh, twee of drie strippers uh, thuis. Oh, er komt, er komt allemaal eens. En ze bleven maar doorgaan. En die, die Spanjaarden die gingen er maar mee akkoord. Ja. En op een gegeven moment kwamen ze toch bij het besluit van... Ja, jongens, we gaan het toch niet doen. dat dacht ik in één keer, uh, uh, in, in één keer aan. Alleen dan niet zo vergaand. Want ja, bij Iertaren misschien... heeft de club wel gezegd van... Nou, jongens, dit gaan we niet doen. Misschien kwam hij... Want hij kwam heel... Uh, ja, ja, maar, hij, kwam hij kwam heel binnen, vrolijk. Maar misschien is hij onderweg toch... Dat hij dacht in de auto van... Oh, wat kom ik hier eigenlijk in, in terecht? Je weet het niet. Ja, weet het er de werd manier. gisteren bij de Oranje Zomer ook een beetje gespeculeerd door Jack van Gelder en Galit uh, Kassem dat Samsung Spor wellicht een prestatiecontract zou hebben aangeboden. Dus bijvoorbeeld. Chris dus ontkende dat. Die zei van, uh, dat doen ze dan in Turkije niet. Nee. Nee, Chris dus zei uh, dat. Ze uh, Oké. Okay, ze ja. Ja. Nou, wat hij wat hij eigenlijk zei was um, van in Turkije wordt je pas gepresenteerd als alles al rond is. Dus en dat is ook zo. Dat die Turkse clubs die het al drie keer aan voordat iemand daadwerkelijk op het vliegveld verschijnt. En dan pakken ze het daarmee uit. En op, op het eind tekent hij zijn contract. Maar dat wordt allemaal al redelijk in stelling gebracht. Dus ik denk dat Chris Woods dat daarmee bedoelde. Uh, maar Samsung Sport heeft het wel gewoon gecommuniceerd als een vierjarig contract. En misschien heeft Iotaren ook gedacht dat het een vierjarig contract was. En is er een miscommunicatie geweest? En dacht Iataren van: hé, hey, maar wat flik je me nou? Ik dacht dat ik voor vier jaar zou tekenen. Kan zoiets kan, zou kan gebeurd kunnen zijn? Het kan ook opeens Want, dat het dan twee jaar is. met nog een optie aan de clubkant voor twee jaar of zo. Zoiets Missen in die richting. Maar ik wil maar gezegd op, hebben: aan, van. Iataren is een aan, zaak waarin om uh, dat contract van tevoren al. of die aanbieden al van tevoren heel goed. Uh. Ja, tuurlijk. Dat, dat, is ook zo, dat is ook zo. Maar er kan altijd een miscommunicatie zijn. of er kunnen dingen gezegd zijn die toch anders blijken. Ik bedoel meer te zeggen dat. Al heel snel nu met de vinger naar Ihatare wordt gewezen, wat logisch is, want weer een avontuur dat in het water valt. Um, maar we weten niet wat zich achter de schermen afspeelt. Klopt. Klopt. Maar het is wel elke keer. Ja. Snap je? Elke de, keer. Was, de, de gemene ja. deler lijkt Ihatare in plaats van van de club, ja. zeg maar. Het dus is niet de, bij de, events gelukkig. Misschien maar ook allemaal niet eerlijk. En misschien kijken we. We maken er grapjes over. Er hoort er ook gewoon een klein beetje bij. Maar inderdaad, we weten niet alle in- en out's. Maar het is wel elke keer. Ik hoop dat hij gewoon een keertje echt zijn, zijn mentale zaken. Want ik heb het idee dat het gewoon in zijn kop wat, wat minder zit. En dat hij, gewoon, dat hij niet lekker in zijn vel zit. Ik hoop dat dat een keer op, uh, op orde komt en of hij dan. Uh, profvoetballer wordt of niet. Ik hoop eigenlijk gewoon dat hij, dat hij een goed leven tegemoet gaat... waar hij gewoon nou, gelukkig is... in plaats van dat hij... Nou, ik kan, kan me niet voorstellen dat, dat hij hier heel gelukkig van wordt. Zeker. Niet bij Juventus komen te spelen... niet bij Sampdoria spelen, niet bij Ajax spelen... en uh, uh, na twee dagen alweer... Uh, uh, een, niet een contract bij Samsung Sport tekenen. Ik kan me niet voorstellen dat je als profvoetballer denkt... dit is de carrière waar ik van gedroomd heb. Mag ik hem tot slot nee. nog even wat credits geven, Yatare? Want... Heel dat land valt over hem heen. En niet nu, maar echt al jaren. En hij laat zich er nooit over uit. Hij laat zich nooit uit de Klopt. tent lokken. Komt nooit met, met statements. Uh, dat vind ik ook wel knap. Want er komt heel veel op die jongen af. Uh, het is een jonge jongen. Ook persoonlijke problemen natuurlijk. Uh, dingen met zijn relatie die niet helemaal goed zijn gegaan. En er wordt zoveel over gespeculeerd. Ook door ons nu aan deze tafel. En. Hij laat het allemaal over zich heen komen. Dat vind ik eigenlijk best wel knap van hem. Dus ergens, ja, ik snap wat je zegt. Dat hij mentaal, um, ja, ga ik weer speculeren. Maar dat er wellicht wat, uh, wat issues zijn. Maar tegelijkertijd moet je ook wel best wel sterk zijn om gewoon dat allemaal te laten gebeuren. En dan toch weer te zeggen: ik ga het proberen bij Samsung Spoor En we gaan wel zien hoe het loopt. Alleen, helaas is het uh, ja, niet goed gelopen. Nou, ik denk dat dat een, een hele mooie afsluiter uh, inderdaad uh, ook is van, uh, van deze podcast. Uh, heren, ik bedank jullie uh, yes, voor vandaag. Uh, dit was uh, in ieder geval voor voorlopig mijn laatste keer dat ik als host uh, hier ben, ik zal je wel af en toe aanschrijven als, uh, als gast. Hoe beviel het? En ik vond het? Ik vond het heel leuk. Ja? Ja, ja echt heel, heel leuk. Ik, uh, ja Leuker dan ik, uh, dan ik verwacht had. Een andere rol ook wel, dus uh, nee, zeker. Je ik, had uh, verwacht dat je het heel vervelend zou vinden, of niet? Uh, snap ik ook wel. Als je met nee, de Dominique nee, en mij aan nee. tafel zit, dan... Uh... Nee, even wennen. Dat was ik even wennen, maar ik denk uh, dat het allemaal uh, gewoon redelijk uh, is gegaan. De stand is er voor jullie weer uh, aanstaande maandag? Ja, maandag. Aanstaande maandag weer. Hoewel, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, want hij wist nog niet wanneer zijn vakantie precies afgelopen was. Dus uh, ja, neem het even gewee. met de voor volgende, volgende week. week. Uh, voor uh, ja voor je voor de voor de luisteraars bedankt voor de luisteren voor de kijkers bedankt voor het kijken. ik wens jullie een fijn weekend en tot de volgende keer.